alle kijkers van DJ Ali, welkom bij de No Limits 2 Augment Tutorials. We gaan in een aantal tutorials, dus laten zien hoe je een Augment maakt. Dat worden dus een aantal tutorials van 10 minuutjes max. Ik heb een timer staan, dus ik weet ook perfect wanneer ik moet stoppen. Allereerst, je opent de editor. Daar zit het er al in. Dan druk je op File, Now, en dan noemen we dat eventjes tut.bar. Dus tutorial bar. Oh, dat mag niet. Wacht. Tutorial. Oké, we noemen het gewoon even tutorial. Dan gaat hij dat laden. Meneer Park gaat hij eventjes laden. Oké, ons park is gemaakt. Ik weet niet hoe ik dit heb kunnen fixen dat ik hier die vier schermpjes heb. Want normaal heb je dan één groot scherm en moet je hier in het rechterbovenhoekje alles gaan apartetje. Maar ik heb hier een top view, left view. Left kan ik veranderen. Ga ik veranderen zo naar het front, back, left en right. Dit is het perspectief. Kunnen we zo mee vliegen. En dit is de track. Maar we hebben nog geen achtbaan, dus vandaar dat het er niet is. Wat we doen is we drukken op coaster. Nieuwe coaster en we noemen die tutorial. Oké, tutorial is gemaakt. De coaster properties. Dit is de description. We noemen het even tutorial coaster style. We hebben hier dus heel veel stijlen. 4D coaster, een classic stijl en een classic stijl modern. Maar ik zie eigenlijk geen verschillen tussen die twee. Maar goed. We hebben dus ook die coaster. We hebben heel veel soorten coasters die we kunnen maken. En ik denk dat wij gewoon voor een hypercoaster gaan. Voor een mooi met bolletje, ja, goede dingetjes, met rubbeltjes. Maar met 7 treintjes, denk ik. De color setup is voor later. En wat zijn dit eigenlijk? Scripts. Wat zijn speciale dingen, maar die moeten wij niet hebben. Goed. De coaster is ingesteld, het baantype. Wat wij gaan doen is we drukken op track. We duwen op add vertex en het bovenaan zegt, zou je zeggen, maar eigenlijk gaan we van het rechter perspectief beginnen, maar iets hoger. Dus we gaan hier beginnen, niet op de grond, we gaan hem wel zo recht mogelijk maken. Dan zien we hier een stukje baan krijgen. Nu kunnen wij dus van de boven view gaan verder werken aan het baan. Aan onze baan. Wat we gelijk gaan doen is dubbelklik op het bolletje en op straight duwen, zodat hij helemaal 100% recht loopt. We hebben hier dus een track en we kunnen dus nu de achtbaan ook bereiden. Wat we nu gaan doen, ik denk dat het wel goed genoeg is voor het station. Voor alle zekerheid ga ik het eventjes bekijken door een add type saturator en hier tussenin het te selecteren en we zetten het op station. Kijk, dat is al goed. We gaan het even allemaal doen met Ctrl en Z. Dus voilà. Dat is het station gedeelte. Is nu altijd recht normaal gezien. Kijk. Oh, wel. Oh, we zaten al aan de achterkant. We moeten daar natuurlijk wel zo. Dus dit is het ook. Als je op A duwt, dan gaat hij terug naar het begin. Wat we nu gaan doen is de optakeling. Ik ga de add vertex. Moet je gewoon altijd, het is heel standaard. Altijd een add vertex moet je pakken. Altijd. En dan zien we dat we hier een klein kronkeltje maken. Hij raakt de grond denk ik net. Maar op zich, we gaan even het perspectief zo zetten dat wij goed kunnen zien tot waar dat wij onze optakeling laten gaan. Hier onderaan staat ook een Z, een Y en een X. As. En wij moeten nu even de Y bekijken voor de hoogte. Die staat nu op 83 meter. Dat is wel een beetje hoog. Pak maar 71 of zo. Dat is wel hoog genoeg. Als we dan boven zijn, gaan wij dus rustig aan recht komen. En dan gaan we naar onder. Wat wij eerst gaan doen is het fout, ik moet niet het selectatie ding. We gaan dit stukje smoothen, want kijk, als je nu gaat, is hij wel, gaat het nog wel, maar toch moet hij gesmooth worden. We selecteren alles, we gaan naar element en drukken op dit punt,
verticals. Ik noem het eigenlijk het smooth knopje, want dat is het smooth knopje. Dit, ik snap ook niet waarom ze smooth hebben, niet naar smooth hebben, ja, waarom ze het niet smooth hebben genoemd, maar kijk. We hebben dus nu al een smoothere hellinkje. We gaan best lang omhoog moeten takelen. En als we boven zijn, dan gaan we hetzelfde doen boven. Dan gaan we ook hetzelfde doen, dus die gaan we ook smoothen door alles hier te selecteren buiten dat. Zo. En opnieuw dit pumpen of smoothen. Als dat gebeurd is, wordt die weer aangepast. Voilà. En nu is hij weer heel mooi smooth. Wat we nu gaan doen is de daling inzetten. We gaan dus een grote daling inzetten. En we gaan dus een soort van een heuvelachtig iets doen. We doen weer een add vertex en we gaan eventjes op het gemak een grote daling, een grote drop iets te doen. En dan gaan we weer een heuveltje maken. En dan gaan we nog een drop doen. En dan gaan we hier op het gemak eigenlijk misschien een schuingezette bocht doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan wij heel de bergen smoothen. We zien dus nu hier het verloop van onze baan. En soms zie je dus dat die nog wel wat recht stopt en zo. Vandaar dat wij nu heel de daling gedeelte, alle bolletjes van de daling gaan selecteren. Je moet wel dat erbij pakken. Zo. En die gaan we allemaal smoothen. Waarom? Omdat we anders toch nog rechte stukken gaan hebben. En dat is niet de bedoeling. Want anders loopt die baan niet echt vloeiend. En dat ga je dan ook sowieso goed merken als je de baan freest en gaat testen. Dan ga je dat super goed merken. Dit duurt nu wel even omdat het een groot stukje is. Dus ja, dat duurt wel eventjes. Oké, hij is klaar. Het duurde eventjes. Vandaag dat ik het ook trouw heb geknipt. En wat je nu ziet is een super vloeiende helling met daling en alles erop en eraan. Super vloeiende. Zo moet het ook zijn. Dit is dus de grote drop, denk ik. Ja, dit was de grote drop. En die gaat nu niet meer heel recht naar beneden. Maar toch wel super goed. Zo van Go Light ideetje. Maar drop dan. Maar goed, wij gaan hem niet namaken. Wij gaan onze eigen baan maken. Wat wij nu gaan doen is eventjes hier maar doorgaan naar hier. Naar het einde. En dan hebben we hier dus de top. We gaan weer. Nu gaan wij zeg maar een bochtje maken. Maar dan een schuin gezette bocht. Dus een grote bocht. Dus die mag wel best wat groot zijn. Hup, hup, hup. En die loopt nu helemaal, zoals jullie zullen denken, al niet gaan smooth. Kijk, als we nu even gaan bereiden snel. Met shift en heel grijs snel. Dus we gaan dat even doen. En de timer stopt, zie ik. Maar we moeten nog heel eventjes door. Want kijk, je ziet dat het hier nu recht en zo komt. Dus dit moet uiteraard ook gesmoed worden. Elke bocht moet je smoeten. Punt uit. Anders is die niet vloeiend. En u gaat zien, kijk, hij past zich vanzelf aan. En hij is in één keer heel mooi smooth. We gaan hem iets aantrekken hier. Dat hij wat vervolg al heeft. En dit bolletje gaan we even hier zetten. Dan gaan we hem nog een keertje opnieuw smoeten. Voilà. Want nu is hij niet meer echt goed. En dan krijgen wij dadelijk een nieuwe grote mooie bocht. Kijk eens aan. En we gaan nog één dingetje aanpassen. En dat moeten we eigenlijk bij het begin al doen. Want dat moet van begin gebeuren. Overal moet je een roll op hebben. Dus wat is dat? Dit is een groen ding. Waarmee je dus kan de dingen instellen. Dat de baan, punt 1, altijd recht blijft. En dat je in bochten schuin kan gaan hangen. Maar dit moet over je hele baan gebeuren. Want als je één bocht gaat adden, schuin of zo, dan gaat heel je toetakeling krom, alles gaat krom. En dat is niet de bedoeling. We gaan dus overal, op heel veel plaatsen, zo'n rol adden. Gewoon klik, maar niet uit waar. Jullie zien dat er heel veel wordt geadd nu. Gewoon hup, klikken met die handen, want het moet erop zitten. Dat hij goed recht zit. Kijk, jullie zien dat hij nu helemaal groen is hier. Hij is helemaal groen. Nu, ik ben eigenlijk een klein beetje overdreven, maar toch.
Het moet op veel plaatsen groen geadd worden. Misschien nog eens met muis klikken, maar hij moet gewoon heel mooi recht zijn, want anders gaat die baan hier al schuin hangen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling dat de daling schuin komt hangen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. En dan we nu in perspectief normaal ook de bolken zien komen. Voilà, ik zie ze al komen in perspectief. En dan gaan we nog snel eventjes instellen hoe je dat schuin kan laten hangen hier. Dus hier gaan we een schuin bochtje van maken. En dan gaan we heel eventjes het perspectief naar het front zet. Nu is het front, nee, het back, nee ook niet, naar het right. Maar dan kan ik waarschijnlijk, nee, wacht, select, en dan moeten we dit even recht zetten. Ik wil hier nu een ander perspectief voor pakken. Geen left natuurlijk, want dat is dan voor links. Het back perspectief, waar is het einde? Oh, hier, kijk, het back. Dan gaan we hier nog even een daling in gooien. Dus, out vertex. En vroom. Een grote mooie drop erin. Oh, die is wel iets groot uit je mond, heb ik de indruk. En dat is wat zo'n achtbaan doet, een hypercoaster, echt zo. Veel up en downs. Oké. Voor dat doen we het even zo. Die gaan we eventjes ook smoothen. Want anders is die nog niet echt vloeiend. Dus gaan we. We lopen een klein beetje uit terwijl de video, want 10 minuten zijn erop. Maar dit is even het laatste wat we gaan doen voor deze aflevering. We moeten ons even beperken. Want anders gaat ze veel te lang duren en dan hebben we in één aflevering veel te lang en dat is niet leuk om naar te kijken. Dus dan de baan wordt afgemaakt in de volgende aflevering uiteraard. Maar niet nu. Nu hebben we toch al een stuk. We hebben een station, we hebben een optakeling. En we hebben al een heel stuk baan. Oké. Dus moet. We gaan dan gelijk eventjes de rol terugpakken. En klikken, 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 klikken. Dat die ook weer heel mooi dinges wordt. Ik ben nu echt wel aan het overdrijven. Maar toch, het maakt helemaal niks uit, want je ziet van de bolletjes toch niks als je in de achtbaan zit. Als het dan gefriest is, zie je allemaal niks meer van, natuurlijk uiteraard. Goed, hij is nu gezet. Wat wij nu gaan doen is, we gaan terug achteruit naar de bocht. Want die bocht moet nog schuin. De bocht begint hier, we doen dubbelklik en we drukken hierop. En dan maakt hij een heel fout. We gaan hem dus met de hand moeten instellen. Oh, dit is... Oh, lalalala. De 20 graden gaan we in één keer... We gaan deze misschien nog even naar 10 zetten. Zodat we een begin hebben en dan... 20. 20. 20. We gaan alles 20 graden doen. 20 graden gekanteld. Deze, oh, deze nog. 20 en dan misschien deze zelfs nog. Terug naar 10 al. Kijk. Dan hebben we hier dus zo'n bochtje die schuin hangt. Goed. Ik heb eigenlijk geen idee hoe snel dat dit gaat. Ja, we gaan dit 7. En tegen jullie ga ik zeggen natuurlijk, blijf deze serie volgen. Volgende week gaan we verder met deze tutorial coaster. We zien dat we toch al een warm stukje hebben en ja, ik ben er wel eigenlijk een stukje content over. We gaan natuurlijk hier nog wat bochtjeswerk doen, dat hier tussendoor nog wat gaat doen, dus dat we hier misschien een bochtje doen, dat we hier weer terug gaan en daar weer terug langs gaan. We zullen dat wel allemaal zien. Dames en heren, ik dank jullie voor het kijken naar de allereerste tutorial. Doe een blauw duimpje omhoog en blijf kijken naar deze serie als je wil weten hoe je moet verder werken voor een achtbaan helemaal